Dag sportliefhebbers, welkom bij de match van de maandag. Duvel Puurs heeft dit weekend bijna voor een grote verrassing gezorgd in de Liga van het mannenvolleybal. Het moest als co-leider op bezoek bij landskampioen Mazeik in een rechtstreeks duel om de eerste plaats. De meesten verwachten een droge 3-0, maar het liep anders. Mazeik had 5 sets nodig om Duvel Puurs klein te krijgen. De Klein-Brabanders ontfutselden de Limburgers dus een punt op eigen terrein, een kunststukje waartoe weinig Belgische ploegen in staat worden geacht. Wij hadden zeker geen spijt van onze verplaatsing naar het verre Mazeik. Puurs lijkt onder de indruk van de omstandigheden. Het schitterende decor van de Lottodoom en aan de andere kant van het net landskampioen Mazeik. Kevin Klinkenberg is niet te stuiten en in een mum van tijd staat het 6-0 voor Mazeik. Puurs kan die kloof niet meer dichten, want het vindt geen antwoord op de gevarieerde aanvalspatronen van Mazeik. Van achter de 3-meterlijn is het alweer Klinkenberg die de voorhamer hanteert. Ook aanvallend maakt Puurs niks klaar. Als de receptie niet werkt, krijg je je aanvallers nooit deftig in stelling. Puurs overleeft nog wel 4 setpunten tot Schrijvers het welletjes vindt. 25-20, een afstraffing lijkt in de maak. Ik denk dat het vooral de receptie was die onderuit ging, met gevolg dat mijn aanvallers niet 100% goed bereikt werden. En dat wordt voor hen heel gemakkelijk om blokverdediging daar tegenover te zetten. En vanaf het tweede set hadden we iets meer de receptie onder controle. En dan zie je dat wij ook gewoon een hele goede ploeg zijn. Libero Dennis van Kalster krijgt de receptie nu inderdaad beter onder controle. Spelverdeler Sophie met de snelle setup, Tom de Greef met het punt. Maar Mazeik heeft natuurlijk klasse te koop. Jo van de Kraan demonstreert zijn sprongkracht. Hij is een van de beste middenmannen van de liga. De set kan beide kanten uit, de klasse van Mazeik tegen de verbetenheid van Puurs. Van Kalster moet een paar keer de meubelen redden. En dan is het altijd fijn als je aanvallers de klus daarna ook afmaken. Yannick Klaarman kan nu regelmatig het blok verschalken. Puurs moet een setpunt overleven, maar pakt toch set 2. Als Sven-Sophie Lopez kan afblokken. 24-26, 1-1 in sets. De jongens van coach Verstuift beginnen te geloven in een stunt. We zijn aan het spelen, we pakken punt per punt. Geloof erin, gasten. Kijk naar elkaar. Maar bij Mazeik zijn ze opnieuw beter bij de les. De Nederlander Jelte Maan snoeihard en diagonaal. Schrijvers zaait voortdurend verwarring met zijn zogenaamde float services. Het duurt een poos voor ze bij Puurs een antwoord daarop vinden. Tot 18-18 gaat het gelijk op, onder meer dankzij een sluitend blok van Bisset en De Roei. Mazeik begint met verre float services te doen. Het is iets dat ik ken van toen ik jong was. Maar je ziet dat het heel efficiënt is, omdat die ballen heel rap vallen. En je zegt dat daar in het begin onze receptiemannen moeite mee hadden. Eigenlijk tot derde set, bij wijze van spreken, hadden ze nog moeite mee. Aan het einde van de set toont de thuisploeg zich de sterkste. Bisset geraakt niet door het blok en 25-20 voor Mazeik, dat ook in sets weer de leiding neemt. Maar dan weer concentratieverlies bij de landskampioen. En bij Puurs met Klaarman nu alles binnen de lijnen. Het slaat onmiddellijk een 6-puntenkloof. Yannick Klaarman tekent in deze wedstrijd voor maar liefst 28 punten. Mazeik verhoogt nu de opslagdruk, maar Puurs verdedigt secuur en scoort ook vlot. Dennis De Roei zorgt ervoor dat de kloof niet kleiner wordt. Coach Vital Heijnen van Mazeik begint zich stilaan zorgen te maken. En terecht, Puurs stoomt door naar setwinst en komt dus alweer op gelijke hoogte. Puurs pakt al minstens 1 punt en dat mag gerust een stuntje genoemd worden. De Nederlandse aanwinst Christian van der Wel maakt het beslissende punt. We krijgen dus een tiebreak om het eerst. 15 punten, altijd spannend. Van Kalster redt spectaculair en zorgt er zo mee voor dat Klaarman in stelling kan gebracht worden. 7-7. Coach Verstuift last gauw nog wat teambuilding in. 25 staat, schatten. Schatten, ik bedoel, gasten. Excuseer. Voor mijn vrouw. Jongens, okay, ik ga het punt maken. Puurs loopt zelfs uit tot 10-12, maar dan vindt Jo van de Kraan het welletjes. Volgens de statistieken zijn maar liefst 75% van zijn aanvallen succesvol. In een zinderend slot haalt Mazeik het uiteindelijk met 15-12. Eindstand dus 3-2, we hebben waar voor ons geld gekregen. 2 punten voor Mazeik, onverwacht puntenverlies voor de landskampioen.
1 punt voor Puurs en dat is meer dan vooraf verhoopt. Duvel Puurs verliest dus nipt van Mazeik met 3-2. Coach en spelers waren achteraf uiteraard ontgoocheld over het eindresultaat, maar beseften tegelijkertijd ook dat ze best trots mogen zijn op die prestatie. Mazeik heeft een indrukwekkend palmares met 12 titels en 12 bekers. Vorig seizoen nog wonnen ze in België alles wat er te winnen viel. Als je dat team in zijn eigen volleybaltempel op de rand van de nederlaag kan brengen, dan heb je een prima wedstrijd gespeeld. Daar waren vriend en vijand het over eens. Ik vind dat Puurs een zeer goed team heeft. Duidelijke vooruitgang dan vorig jaar weer. Ik had wel een moeilijke wedstrijd verwacht. Maar je verwacht toch een 3-0 of een 3-1 overwinning. Vandaag verliezen wij in het huidige volleybalsysteem 1 puntje. En dat is echt een verlies. Dat was niet ingecalculeerd of niet voorzien. De voorbije jaren kwamen we naar hier omdat we moesten. En nu hebben we gezegd, we hebben een groep, we hebben een ploeg die echt kan vechten om te winnen in Mazeik. En dat hebben we vandaag bewezen. En dan kun je eigenlijk zelfs nog ontgoocheld zijn dat het maar 1 punt is. Want ik denk dat wij in een tiebreak meer kansen gehad hebben om het af te maken om met 3-2 te winnen. Ja, nou ja, als je heel reëel bent, dan moet je, dan is Mazeik en Roeselaar is lastig. Maar ja, als je niet komt te winnen, dan zou je zeker geen punt of pakken. En ja, eigenlijk had ik meer gewild, maar ja, ach, we mogen ook wel blij zijn met 1 punt. Ik vind dat we inderdaad misschien met iets te veel respect begonnen zijn. Ik denk dat we direct 8-2 of 8-3 achter komen. Maar je ziet dan dat we als groep heel matuur zijn en dat we dat te boven komen. En ja, dat vind ik heel knap. We gingen van tevoren toch om te winnen. En in de eerste set kwamen we gelijk achter met 7-1, dacht ik. Dus toen konden we eigenlijk niet spelen. Dan zaten wij ook tegen die achterstand aan te kijken. En toen wisten we toch die twee set om te draaien. En ja, toen gingen we erin geloven. En met die instelling zijn we eigenlijk ook begonnen om toch... Ja, laten we eerst ons eigen niveau inzetten en dan zien we wel of Mazeik beter is. We hadden een perfect tactisch plan voor Mazeik uit te schakelen. Dat is ook gelukt gedurende de wedstrijd. Alleen waren we vergeten in het begin ook van onze eigen side-out te verzorgen. En daarom was het in het begin zo direct zo'n groot verschil. De keer als onze side-out begon te draaien, dan zie je van oké, we zijn gelijkwaardig. Als het gaat over beleving, kunnen wij van Puurs vandaag zoveel opsteken. De manier waarop, en ik moet eigenlijk geen namen noemen, maar... Mijn kameraden aan de andere kant is Denis van Kalster, altijd fantastisch om mijn beest te zien. Maar ik moet ze alle 7 aan de andere kant, of misschien het hele team met coach Verstuyf erbij zeggen, van de manier waarop ze die wedstrijd aangaan, het duel aangaan, dat was onze zwakte vandaag. Dus ik denk dat ons verdienste is dat wij ook een topploeg aan het worden zijn om die vierde set te winnen en om 15-13 of 15-12 te verliezen uiteindelijk hier in Mazeik in de vijfde set. Duvel Puurs wil dit seizoen opnieuw de play-offs halen, maar het wil daarin beter doen dan vorig jaar. Toen kon het geen enkele wedstrijd winnen. Om die doelstelling kracht bij te zetten, haalde het enkele gerichte versterkingen binnen en behield het de belangrijke spelers. De prestaties van de eerste weken mogen in elk geval gezien worden. Makkelijke winst tegen Menen en Guibertin en dit weekend dus slechts nipverlies op Mazeik. Hoe hoog kan dit Duvel Puurs eindigen? Als je een seizoen begint, moet je heel duidelijk zijn. Kijk, we hebben goede transfers kunnen doen. We hebben onze ploeg van vorig jaar grotendeels kunnen behouden. Dan weet je dat je de lat iets hoger mag leggen. Nu, ik heb ook al geleerd, in volleybal is zo relatief winst en verlies. Kan zo rap keren. Maar van de andere kant, wat hij hier neerzet, is toch weer een punt erbij. We hebben al 7 punten. Je weet dat je ongeveer met 20, 21 punten play-offs haalt. Weet je, die moeten we zo rap mogelijk halen. En dan kunnen we weer naar die play-offs blijven werken. We hebben de ingesteldheid gehad dit seizoen om te zeggen van kijk, we hebben een ploeg om elke wedstrijd te gaan voor die winst. En dat gaat lukken. En dan zie je dat je wel overal punten gaat dragen. Gaat gaan halen. En dan zien we wel waar dat we eindigen. Maar wij moeten durven zeggen dat wij klaar zijn voor die play-offs en voor daar goed in te presteren. Dit seizoen moeten we een heel jaar goed spelen. Vorig jaar had je nog de barrages. Nu moet je heel seizoen er staan, want er worden geen barrages gespeeld. Dus je moet in het begin bij de eerste 6 zijn om die play-offs te halen. En ik denk dat we op een hele goede weg zijn om de eerste 6 zeker te bereiken. En in de play-offs kunnen we misschien hier nog eens komen stunten en wie weet 3-2 winnen. Voor de wedstrijd dacht ik Puurs wordt top 6, maar daar gaat het bij blijven. Als ze op deze wijze spelen, gaan we eens zien of ze niet hoger kunnen maken dan top 6. En kijken of ze niet de topploegen, Mazeik Roeselaar vandaag al een beetje Mazeik, maar ook Lennik kunnen benaderen. Dat gaan we zien. Dus het zou wel eens de verrassing van het seizoen kunnen worden, Puurs. Ja. Deze match van de maandag zit erop. Volgende week hebben we het in onze match over voetbal en de topper in bevordering tussen Bornem en Duffel, de nummers 2 en 1 van het klassement. Dat belooft boeiend te worden. Tot dan.
Bekroond in de match van de maandag. Dankzij Veralu, PVC en aluminium ramen en deuren.